De openingsceremonie van de Pride Month Suriname heeft gisteren plaatsgevonden in Zus en Zo. Gedurende de hele maand oktober zullen er verschillende activiteiten worden gehouden die te maken hebben met de rechten van de LGBT-gemeenschap. De LGBT-gemeenschap bestaat uit lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders. Imran Thous, voorzitter van Pride Month Suriname, zegt dat middels lezingen, discussieavonden, filmavonden, presentaties en andere sociale activiteiten de bewustwording in de gemeenschap bevorderd zal worden. De Pride is eigenlijk begonnen als de coming out day, toen het nog op één dag was. En de aanleiding is geweest dat een parlementariër in Suriname toen heeft gezegd dat homoseksualiteit met wortel en tak uitgeroeid moet worden. Daar hebben mensen zich tegen verzet, dat kan niet. We kunnen niet op die basis beginnen in de samenleving door groepen bij voorbaat uit te sluiten om iets wat ze helemaal niet in de hand hebben. Je kiest je seksuele geaardheid niet, je kiest je genderidentiteit niet. Dat was dus aanleiding, zo'n uitspraak, dat mensen ertoe zijn overgegaan van hey, wacht even, nu moeten we even onze stem laten horen. Nu moeten we even laten zien dat wij er ook zijn, dat wij al die tijd er ook waren. En nergens heen zullen gaan dat wij niet uit te roeien zijn, omdat wij daar niets aan kunnen doen. We zijn geen kwaal, we zijn geen ziekte, je kan ons niet genezen. We zijn zoals we zijn en we moeten als samenleving eigenlijk langzaam stappen gaan maken om te leren accepteren dat er verschillende soorten mensen zijn. We leven met verschillende etnische groepen, we leven met verschillende religieuze stromingen en we kunnen ook leven met mensen met een andersoortige gender of een andere genderidentiteit dan dat de norm zogenaamd is. Maar we kunnen ook leven met mensen met een andere seksuele geaardheid. Thous geeft aan dat de filmavonden anders zijn dan meestal wordt gedacht. Deze films worden namelijk niet via de media vertoond. Het is niet gewoon om naar de film te kijken, maar het zijn films die je normaal niet op tv ziet. We hebben niet zo vaak LGBT-films op tv in Suriname. En bij het filmfestival laten de ambassades die hier aan dit project meewerken, die laten elke week een film zien uit hun land. We hebben de Amerikaanse ambassade, de Nederlandse, de Braziliaanse, de Argentijnse. En ik mis er één. De Franse ambassade. En die laten allemaal een award-winning film zien uit hun land die LGBT gerelateerd is. Daarnaast hebben we nog de discussieavond waar LGBT'ers, maar ook de universiteit die aan die activiteit meewerkt, ADEC. Daar gaan mensen zeggen wat het probleem is. Daar gaan mensen het probleem aankaarten. En eigenlijk met elkaar in beraad gaan van wat is de volgende stap die we moeten maken als LGBT community, als Surinaamse samenleving om de LGBT'ers ook te omarmen. Zover Imran Thous, voorzitter van de organisatie van Pride Month Suriname. Hij sprak over de activiteiten in verband met Pride Month die gisteren is geopend in Zus en Zo.